Yo, ik ben Chesto en welkom bij even een iets heel andere video hier op mijn kanaal Chesto. Want normaal zijn jullie natuurlijk gewoon gewend dat je elke dag gewoon een game video online komt. En niet zo'n fucking saaie praatvideo als dit. Maar, jongens, dit is geen saaie praatvideo. Waarom? Ik ga jullie even heel erg bedanken. Want we hebben gewoon alweer de 1750 abonnees behaald. En het gaat gewoon niet, maar ook echt niet normaal snel meer. Ik weet echt gewoon niet hoe het komt. En daarbij wil ik jullie ook afspreken. Als wij de 2000 abonnees halen, wil ik bij de 2000 abonnees weer wat gaan weggeven. Wat ik ga weggeven, is nog geheim. Dat ga ik nog even voor mezelf houden. Maar er gaat een giveaway aankomen. Niet een kleine giveaway, niet een grote giveaway, maar gewoon een giveaway waar meerdere mensen weer kunnen gaan winnen. Het is niet een control freak, denk ik. Ik denk dat het iets anders gaat worden. Maar ja, jullie hebben natuurlijk ook een hele lange tijd niet gezien zonder greenscreen, zoals jullie hier natuurlijk wel weer zien. En normaal heb ik altijd mijn greenscreen niet hangen, maar ik heb alles al opgenomen van vandaag. Het is op dit moment dat ik deze video opneem, 5:45. Het is alweer bijna donker buiten, want de tijd is teruggegaan. Maar daar ga ik het nou natuurlijk niet over hebben. Ik wil het gewoon eventjes over hebben dat we gewoon ziek lekker gaan met YouTube. Ik zeg we, want we zijn ook een we. Ik ben niet alleen. Jullie die mijn video's kijken op dit moment horen er ook gewoon bij. Want jullie zorgen natuurlijk gewoon ervoor dat ik doorga met YouTube. En ja, zoals jullie weten natuurlijk komt over 5 dagen komt Black Ops 3 uit. Waardoor ik natuurlijk ook weer super veel motivatie ga krijgen. Waar ik nu echt al fucking zo veel zin in heb. Want zoals ik eerlijk zeg, nu ik weet dat Black Ops 3 aankomt. En ik weet dat het best wel een goede Call of Duty gaat komen. Ben ik een beetje klaar met Black Ops 2. Waarom? Omdat natuurlijk Black Ops 2... ik 3 jaar lang heb gespeeld. En als je een COD 3 jaar lang moet spelen, dat gaat op een gegeven moment vervelen. Het ging niet vervelen totdat ik wist wat Black Ops 3 zou gaan worden. En sinds ik weet wat Black Ops 3 gaat worden, is het me steeds meer gaan vervelen. Vandaar dat ik echt blij ben dat over 5 dagen gewoon fucking Black Ops 3 uitkomt. En jullie zien deze week tot en met vrijdag, zien jullie ook nog een gameplay van Black Ops 2. Vanaf vrijdag ga ik ongeveer 1 tot 2 weken lang echt alleen Black Ops 3 uploaden. En daarna wil ik weer een beetje wisselvallig gaan doen dan Black Ops 3, Black Ops 2, Black Ops 1 misschien Go, snap je? Dus echt 2 weken lang echt alleen intensief Black Ops 3 te gaan uploaden. En ik denk misschien dat vrijdag en zaterdag 2 video's per dag online komen. En daarna weet ik het niet meer. En ja, ik hoop dus daarom ook gewoon dat, hoe zeg je dat, alles gewoon chill gaat verlopen. Dus dat de servers het een beetje goed doen. Dat alles gewoon chill gaat lopen. Weet je, dat de mensen een beetje chill zijn die deze COD spelen. En niet echt alleen maar weer in een hoekje gaan lopen campen. Dat hoop ik echt serieus. Maar, voor de rest, daar ging eigenlijk deze video niet om. Deze video gaat echt gewoon over dat ik jullie wil bedanken natuurlijk. Gewoon voor hoe het nu gaat. De support op mijn video's. Alhoewel de likes af en toe een beetje slecht zijn. Kan gebeuren, weet je. Iedereen heeft misschien wel druk met school. Ja, voor de rest weet ik het ook niet meer echt meer. Ik wil jullie gewoon heel erg bedanken. Meer kan ik niet zeggen. Dus jongens, super bedankt voor dit moment waar we nu zijn. Op naar de 1800 abonnees. En daarna op naar 2000. Zoals ik al zei, met 2000 abonnees komt dus een giveaway. En als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan nu eventjes. Laat even je blauw duimpje omhoog achter op deze video. En dan help je mij natuurlijk enorm. En ook jullie te zien bij de video van morgen. En jongens, super veel plezier als jullie vrijdag Black Ops 3 gaan spelen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Laters.